Hey jongens, welkom bij mijn volgende Tourplayer vlog. Ik ga jullie deze week even meenemen op de Laag Vuursche, op de front nine van de Laag Vuursche. Een kleine course vlog gemaakt. Verschillende spelletjes gespeeld, best ball, worst ball en de laatste paar holes gewoon één bal. En daar laat ik jullie wat meer over mijn thuisclub de Laag Vuursche zien. Dingen die je graag zou willen zien, laat het alsjeblieft weten in de comments. Klik even op subscribe en dan kunnen we hier lekker mee doorgaan. Jongens, veel plezier. Goedemorgen. Terug op de low fire. Vlogje tijd. Ja. Cold start. Dus dat moeten we natuurlijk ook oefenen. Kan natuurlijk een keer in de file komen of wat dan ook. Koud die baan in. Thuis mijn warming up gedaan. En we gaan even een bestballetje spelen. Kijken hoe laag we kunnen gaan. Dit wordt hem. Die ligt net iets verder weg. Beetje rechts en links. Little downhill. Net buiten de hole rechts. Goeie put, net te veel. Precies waar die bal ligt, dat is het mikpunt. Nee. Cool dit. Oké. Tap in par. Ik geloof wel. Volgende. Oké, op 2, Laag Vuursche. Een van de pittige holes van de baan. Windje van links. Dus start op die radiotoren en dan iets naar rechts laten veden. Oké, 43 in. Wind nog steeds uit links, maar fractie helpt. 140 shot. Grond best hard, dus er zit veel release op de bal. Slow. Goeie lijn. Oké, hole 3. Kort holtje. Maar van de back tee net te lang voor mij om met de driver naar de green te gaan. Vanaf de middle tee daar kan ik het wel halen. Dus lay-up met ijzer 4 en dan een klein wedge naar de green. Let's go naar de volgende. Right. 93 vlag. Zoals je misschien kan zien, die vlag die hangt zo, wind vooral tegen, iets van links. Ik denk 100 meter shot, daar speel ik hem op. Iets kort gegripte sandwich. Fractie kortere backswing. Vol door. Net een klein beetje op de hiel, waardoor hij iets te veel wind pakt. Maar de judgment was goed. Dezelfde. 100 meter. Klein beetje plat. Goeie draai. Iets meer wind up there. Eerste drie holes, best ball zitten erop. Goede approaches op zich op 1 en 2, maar de put is niet gemaakt. Nu holes 4 tot en met 6.
Worst ball. Twee ballen slaan, de slechtste pakken. En als je met de worst ball even par kan spelen, dan zit je goed natuurlijk. En helemaal als je par kan breken. Volgende hol, hol 4. Lange hol, 200 meter, par 3. Dus let's do it. 95 pin. Windje mee. Kleine ijzer 4. Laat de release naar de vlak toe. Goeie bal. Goed. Slechts telt. En die ligt in de bunker. Oké, hol 5. Windje tegen vandaag. Best wel stevig windje, dus 15 à 20 meter tegenwind. Normaal is het hier een hybride van de tee, dus nu clubje meer. Houdt de 3. Favorite club in the bag. De oude, vertrouwde. Heerlijk. Oké, dit is dus het mooie van worst ball. Dat je eigenlijk best goede ballen slaat, maar het kleinste foutje wordt gelijk afgestraft. Dus net hier de bunker in gerold. Mijn ander lag op de fairway, maar ja, die mag je dan niet spelen. 115 pin, beetje wind tegen. Uit de bunker wil je nooit echt keihard maximaal hoeven slaan. Dus normaal met wind tegen 115 zou ik een pitching wedge slaan. 125 shot ongeveer. Maar ik kies nu voor kleine 9. Driekwart swing. Bal iets rechts in de stand. Zodat je de bal eerst raakt en dan het zand. Shot of the day. Lekkere balletjes hoor, uit de bunker. Kans op birdie. Oké, 5 holes gehad. Totaal ander spelletje zo, dit worst ball. Maar goede training. Elke bal moet goed zijn, wil je goed kunnen scoren. Nu op hol 6, par 3'tje, 135 meter. En eens kijken of we hier een birdie kunnen maken. Oké, hol 6, 130 meter pin. Wind iets uit rechts, fractie helpend. Dus speelt net iets minder dan 130. Voor mij een kleine 9, down the grip, vol doorgeslagen. Bij de ijzer 9's, hol 6. Dit is duidelijk de worst ball. Dus deze gaan we spelen. Oké, hol 7, downwind. Aim tussen die bunkers. Uitgegeten. Carry over de bunker. Let's go.
drives, 140 pin, wind mee, iets uit rechts. Dus speelt ongeveer 133. Zo goed als volle 9. Bal iets onder de voeten. Is goed sterk in de draai. Ja, dit is jammer. Slecht geraakt, matige bal naar binnen. Dus a lot of work to do for the par. Lang put. Hol 8, langste hol van de baan. 3 shot hole. Dus gewoon ver weer raken. Layup. Ijsje 4 voor de bunker blijven. Het is net even te smal, zeker als je hier van linkkant ver weg komt om hem links naast de bunker te slaan. Dus gewoon een club die je vol door kan slaan, waarbij je voor de bunker blijft. Lekker balletje. Laatste hol van deze koersvlog, dames en heren. Hol 9. Drijfje van de tee, beetje laag houden onder de bomen. Don't need all of it, want dan beuk je hem de bunker. Hey, nou, zoals je ziet, bunker was net niet in play. Even een boompje geklipt aan de linkerkant. Met de nieuwe back die verlengde hole.